Welkom bij Mario S Show. Vandaag gaan wij weer verder zoeken naar het moeras. Ik had daar een bordje neergezet, maar jullie weten nog dat ik in de vorige aflevering doodging en dat ik al mijn spullen kwijt was. Ik ging als een gek heen rennen en ik heb eindelijk de spullen weer teruggevonden. Zoals je ziet. Ik kan echt niet wachten op de nieuwe update met die redstone blokken. Ik weet niet wat je kan doen met die redstone blokken. Maar oerwoud, linksaf. Oké, ik was even anders vergeten. Oh shit, ik heb helemaal geen... Oh ja, en dan kan ik beter gelijk gaan slapen. Voordat ik weer op word geblazen. Ja. Hey. Ik dacht al, meestal is het zondagmiddag. Heb je geen zwaard? Wat erg. Oh ja, één stok, hè? Ja. Een steen willen we. Een schep. En een ijzeren bel. Oh. Jongens, laat het weten. Als ik ook een keer bijvoorbeeld. Even kijken, het is vandaag. Ja, wat is er voor vandaag? Vrijdag, toch? Toch? Wat erg. Het is vandaag vrijdag. Zaterdag doe ik deze filmpje uploaden. Ik doe elke vrijdag dit opnemen. Zaterdag komt dit dus. Vrijdag komt multiplayer. Laat het me weten als ik elke donderdag de hardcore mode ga opnemen. We zijn nog een beginnend gamekanaal, een beetje. Laten we bij 3 groene duimpjes achter dat wij hardcore mode gaan spelen. We zien het wel. Of jullie moeten zeggen bij 3 groene duimpjes of 2 groene duimpjes dat we hardcore mode gaan spelen in Minecraft. En anders gaan wij gewoon meteen hardcore mode spelen. Ik speel hardcore mode altijd meteen in het bos het liefst. Want dat betekent dan dat ik als gek koekjes ga zoeken altijd. Dat kan ik ook. Ze zijn fan van Mario S, hè? Een geintje. Ik heb offline gespeeld even deze level. Om te kijken of ik een oerwoud vond. En ja, ik vond een oerwoud. Maar ik heb nog niks gedaan. Dat was dom. Maar eigenlijk kon ik het ook beter 2 opnames achter elkaar opnemen. Maar dat doe ik misschien wel voortaan. Stil jij, schaap. Oh shit. Ik had het vorige keer geweten. Je had alleen geen jetpack kan krijgen in één keer. Net zoals een tacket. Maar in Tekken vind ik het een beetje raar, want dan moet je veel meer zoeken en zo. Maar ik vind de oude Minecraft ietsjes beter. Eten. Welkom bij Tekketja, welkom bij Tekketja. Wat haat ik dit voor dingetjes? Oké. En Stefanovic of Stefan van Manen, ik weet niet hoe jouw YouTube kanaal heet. Een beetje veranderend elke keer, dat is best af en toe een klein beetje vervelend. Oh nee, zal ik het weer proberen jongens, kijkers. Rennen, springen. Bommetje. Oeh! Yes, ik heb het gered. Yay. Oké. Ik denk dat ik dan voortaan elke donderdag. Ja, elke donderdag ga ik voortaan misschien als jullie het ook willen, hardcore mode spelen. En we proberen zo lang mogelijk hardcore mode op te nemen totdat we dood zijn. En dan kunnen jullie in de reacties achterlaten of jullie een keer vaker willen zien of ik hardcore mode speel.
Lijkt me wel leuk. En kijk, zoals ik zei, ik heb het moeras gevonden. Is er eventjes lopen. Maar je hebt wel een moeras. Ja. Ik heb even een keer hardcore mode gespeeld. En toen had ik expres alle lavabadden dichtgemaakt. Maar ik was één lavabad vergeten dicht te maken. Ik klim een trap op en wat gebeurt er? Een skelet schiet tegen me aan en ik viel precies in een hoekje naar beneden in een lavabad. En wat denken jullie? Hahaha, jij valt lekker in het bad vol lava. Ja, helemaal geweldig. Wat ik dan niet vond. Oh, wat doe ik nou? Ik weet niet wat... Ja, ik vind het soms heel vervelend. Dan denk je, jee, we gaan lekker opnemen. En dan vallen we fraps uit. Laat het achter in de reacties achter. Als jullie het ook vervelend vinden. Als ik heel veel heb gedaan. En het niet op YouTube zet. En dat ik het wel wou doen. Maar omdat Fraps het dan niet doet. Want ik heb pak gehad dat Fraps helemaal vastliep op plaats. Na een half uur opnemen. En dan. Ja, moet ik helemaal opnieuw. Daar hebben jullie wel vastgemerkt in 3 keer scheepschep recht filmpje van YouTube. Zo. Dat is genoeg. 35. Oké, even denken. Ik moet maar 2 dingen hebben en dat is heb ik al. Denk ik. Ja, ik moest ook die dingen hebben. En kijk, laat me weten wat je van mijn skin vindt. Mijn skin is lief en leuk. Ja, wij doen nou even. Hey Kippie! Oh kijk, hij komt nog speciaal naar me toe. Om geslacht te worden. Hé, dan jongens. Wie wil voor mij een server maken waar ik elke keer speciaal in kan komen voor. Om mijn opnames op te nemen voor YouTube? Want dan kan ik als YouTuber een keer erin komen. En ja. Oh nee! Oh, ik dacht ook dat ik ging. Maar dan kan ik als YouTuber op een van jullie zelfgemaakte servers komen. En dan kan ik voor jullie speciaal daar elke keer op gaan nemen. Zoals, want helaas is die eerste filmpje, even denken hoe het heet. Ik weet niet hoe het heet. Volgens mij Minecraft deel, multiplayer deel 1, dacht ik. Daar had ik mijn eerste deel gemaakt. Maar wij wouden toen 1 of 2 weken geleden ook opnemen. En toen was die server in onderhoud. En toen dachten we, oké, dat kan wel, dan doen we gewoon even een skyblock level uploaden. En dat hebben we gedaan. En toen helaas, wat denken jullie? 2-3 weken later was hij nog steeds in onderhoud. En dus dan hebben we besloten om voortaan skyblock te uploaden. Kappen, oh shit. Hoe kan hij dan boos zijn? Nou ja. Wij hebben skyblock gedaan. Laat me weten wat jullie van skyblock vinden. Oh shit, ik ga dood. Gelukkig is dit nog geen hardcore mode, want anders was ik niet al dood. Oh, ik denk dat ik verdwaald ben. Toch? Ben ik verdwaald? Nee, ik vond die paal ergens op lijken. Oh, de creeper bazen. Ooit. Welkom bij Tekkitje. Jongens, wie heeft een leuke logo in gedachten? Of een leuke titelsong, wat niet copyright is. Ja. Ik weet niet. Zou ik voortaan misschien. Hoe kan ik doodgaan? Oh, ik dacht al. Oh shit. Zal ik weer redden? Welkom. We gaan lekker dood. Oh, ik wil springen en dan gaat hij dood. Soms zo vervelend. Oké, maar jongens, zou ik voortaan. Nee, wat wil ik zeggen? Ik weet niet meer wat ik wou zeggen. Ik hoop toch nog deze aflevering erachter komt wat ik wou zeggen.
Ga ik nog helemaal dood? Oh nee, je krijgt maar één leven, hè? Oei, 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 oei. Oh, chips, 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 chips. Zou ik deze avond redden? Ja, gewoon lekker eten, zou ik zeggen. Hey. Wat heb ik aan... Oh, een oerwoudboom. Dat is best handig. Maar daarna ben ik dood door skelet. En ik heb het gevoel dat hier gewoon een skelet staat. Want ik, omdat ik skeletten hoor praten. En als je skeletten hoort praten, denk je... Ja, wegwees hier. Ik denk dat ze hieronder zitten. Volgens mij had ik in de vorige aflevering geen lichten neergezet. Oh, shit. Heb ik geen appels? Ja, we hebben appels. Appels. Ik bedoel appels. Gaat wel even goed Nederlands, Hessel. Oké. Okay. Even wachten, even wachten, even wachten. Terwijl wij dat doen, gaan we even kijken. Van, dit gaan we even neerzetten. Die gaan we planten. Die gaan we ook niet planten. Die hebben we nodig. Ja, emmertje. Wij hebben een emmer nodig. Voor water. Wat? Wordt het nu al avond? Nou, dat gaat lekker snel dan. Ja. Even mijn koptelefoon goed doen. Oh ja, dit was mijn suikervarm. Maar ik weet niet. Groeit hij nou alleen op zand? Want in die andere levels heb ik het op zand gedaan en daar groeien ze wel. Nee, ik weet niet. Maar we laten het gewoon lekker daar. Ja, vuile, vuile... Nee! Hoe kan ik nou misslaan? Karwanga, la 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 la! Hoehoe! Jij... Kijk, ik kan even vermoord je broertjes. Hoe kan ik nou... Nee! Nee! Hoe kan ik nou precies onder een grot bouwen? Hé, maak er wel water. Water, 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 water. Kom maar bij Mario Hessel. Oh, dat is water. Ja, dat is van... Welkom, wij gaan verliezen. Wij gaan zoals altijd verliezen. Stomme. Nooit kap met die varkencreepers. Die creepers zijn ontworpen. Want het, eerst waren het varkens en toen had hij een code veranderd. Tot die varkens per ongeluk te langwerpig waren. En toen noemde Nooit het varkens. Of iets. Nooit, bedankt van die gekke ontploffende varkens. Hey. Waarom moet dit gebeuren altijd? Ja, jullie willen er nou toch dood van. Ja, wat zullen wij... Even kijken, is de hele grond mooi weer dichtgemaakt? Ja, ik doe even... Hier weer netjes. En al de zand wat we overhouden. Ga naar het goede huis. La 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 la. Mijn volgende liedje, hè? Liedje wat ik zeg. Het is geen liedje, maar... Wij hadden iets geüpload van Scary... Scary Slender. Slender Christmas Special. En toen was dat in één keer blijkbaar copyright, omdat er een liedje in zat van Jingle Bells. En ik dacht bij mij, wat een onzin. Omdat, oh shit. Omdat ik dat liedje al... Want een YouTuber heeft dat ook geüpload. En die heeft geen copyright. Hoe zou dat nou kunnen? Hoe zou dat nou kunnen? Waarom val ik nog in de grot? En bedankt jou, ben ik dood. Gaan. Net nooit gekriep, hè. Zou ik verdwalen? Anders moet ik straks de opnames gewoon terugkijken.
Want ik heb al laatst ingehad dat ik helemaal vertwaald was. Maar je gaat toch nooit zo snel vertwalen? Toch? Het zou een wonder zijn als je snel, heel snel zou vertwalen. Ik vertwaal altijd bijna in Minecraft. Ik zie water. Zo. Lekker water. Eigenlijk denk ik bij mij, waarom loop ik een heel weggetje voor alleen één klein emmertje water? Maar ja. Ik vond die andere aflevering, toen we naar het bos zaten te zoeken, heel slecht. Want daar zat ik een hele tijd te lopen. En dan kwam ik helemaal nergens. Maar ik weet niet of jullie dat helemaal af hebben gekeken. Maar dat was best op het laatst leuk. Want toen zagen jullie me, per ongeluk, zelfmoord doen. Helaas deed ik zelfmoord. Dat was niet goed. Nee, helemaal niet goed. Toen deed ik springen aan doen, sprong ik zo van de berg af. Dat moeten we niet hebben, hè. Wat een gedoe, joh. Waarom moet ik... Nou, oh ja, denk je toch erin trap? Jullie kijken ze in een stik geweldig. Je hebt ook helemaal naar beneden springen en dan weer snel... En ik zeg, ik check jullie later dan en ik opnieuw ga zoeken. Mensen! Nee, geintje. Oh shit. Welkom bij YouTubers, Ik ben een YouTuber. Laat me weten wat... Net voor... Hey, mijn huis. Hallo, huis. Hallo. Haha, even kijken. Ik wou het huisje... Ik dacht eventjes aan om... het een beetje mooier en groter te maken. Ik weet niet of jullie mijn stem heel goed horen. Want ik heb één keer per ongeluk iets gedaan met de opnames en toen was het geluid van Minecraft te harder dan normaal. Laat me weten of jullie willen dat ik de voortaan vet nog steeds in blijf praten. Of helemaal niet. Mij maakt niet zoveel uit. Maar dan kunnen jullie altijd wel weten of ik een nieuw filmpje upload of wat ik te zeggen heb. Of jullie willen het ook gewoon gaan praten, maar dan veel minder. Oké. Ja. Welkom bij Mario, hè, Socio. Oh, ik kan nog wel één blokje verder, denk ik. Nee. Dat blokje is precies goed. Waarom nou weer precies? Moet het daar stoppen? Ja. Waarom zijn de bananen krom? Oké. Zo, nog eentje. Nog een kaartje erbij smijten. Om de hele boel op te lichten. Welkom bij Anoxy. Ik denk ongeveer 3 kaarsen. Oh, ik vind dat dit in deze afleveringen wel heel snel donker wordt. Zo, lichtje hier. Daar heb je lichtje. Zo. Ja. Dan gaan we even hier. Oh, chips. Waarom moet ik nou weer mijn torretjes lopen? Waarom moet ik mijn torretjes lopen? Oké,
Vandaag gaan wij koekjes maken. Als, ja. Dat red ik nog in deze 10 minuten. Wij gaan gewoon koekjes maken. En jullie denken bij jullie, Hessel, hoe ga jij dat zo snel maken? Nou. Wij gaan gewoon lekker. Zo. Kom hier. Zo, van mij. Hey hondje. Oeh, ijzers. Dat weten we in de volgende aflevering. Zo. We pakken even een bone meal of happy meal, hè? Snap je? Happy meal. Nee, snap je niet. Nou, dan moet je heel gauw van deze filmpje bedenken. Tot je zegt, ik wil een happy meal. Nee. Oh nee, wat maak ik slecht humor nou. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Wat bone meal. Botten. Ik heb idee, we gaan hier een eetkist van maken. Een eetkist. Alles wat je kan eten. Maar eerst gaan we slapen. Ja, we zijn al 27 minuten aan het opnemen en we gaan zo goed. Zo. Even huisniveau spelen. Zo. We doen niet veel spelen. Zo hoort het in Minecraft. Even kijken. Waar zou ik de muur maken met... Nou ja, ik weet het al. En dan gaan we dan richting deze boom. Ja, we doen het. Zo. Een klein gedeelte dan. Wij hebben nog 6 minuten. In die 6 minuten kunnen wij wel een koekje maken, toch? Zo. Ah. Moeten we dit gedeelte ook nog doen?
Zo, zo, dit is goed. Oh ja, alleen dat moet weg. Want dan kan ik straks niet langslopen. Oké, oh shit. Waarom sloop ik die dingen nou? Altijd. Dat gebeurt mij nooit. En nu gebeurt het mij wel. Hij werd groot geworden in één keer. Zo. Oké, we hebben nog 5 minuten. Nee, ik bepaal zelf hoe lang ik opneem eigenlijk. Maar serieus, had ik die dan ook daar neergezet? Ah. Oké, dus ik had al een speciale kamer gemaakt. Voor het... Oké. En ik kreeg geen seeds? Oké, joepie. Ik had het gewild, geen seeds krijgen van een plant. Welkom. Want we krijgen al licht van die. Zo. En nu wachten. Nee, een geintje. Welkom bij Mario. We gaan eventjes kijken wat eten is en dan gaan we het eten even verzamelen. Het etenskistje. Even kijken, die kan ook weg, die kan ook weg. Zo, dat, nou weten wij wel waar de oerwoud is. Waarom ook nog niet? Hier ga ik er nog wel heel vaak in komen. Maar dat zie ik nog wel. Jullie denken nee! Lol. Trollolol. Eten. Van. Mario. Hè? Hessel. Niet. Zo. Dit is mooi. Eten voor mij, Hessel, en niet voor de creepers. Nog 2 minuten. Weet je, ik denk dat het wel lukt. Appeltjes snel erbij voor de dorst. Denken jullie nog dat ik het ga redden deze aflevering om koek te maken? Als die nou groeit, en wij straks lekker koekjes. Welkom. Wij gaan lekker koekjes eten. Wel als ik nou hier een rondje afgelopen tot ze klaar zijn. Ander rondje dan. Ah. Mijn vorm begint mooi te worden. Eigenlijk niet echt. Nou, ik heb in hardcore mode een hele mooie grote muur gemaakt van dat hout. Van de oerwoude kiemplant hout. Oké, nu boeit me helemaal niks. Ah. Zo. Zo, kom jij maar met mij mee. Wij hebben die nodig. Die en die. Hè? Hoe deed ik dat nog maar?
Oh, ik weet het al misschien. Als ik nou ben vergeten hoe ik een koekje maak, zou het best heel erg zijn. Want ik heb laatst nog een koekje gemaakt. Ah, ik dacht al, ik ben vergeten. Maar dat was niet gelukkig. Dus we hebben nog in die korte, snelle aflevering iets kunnen maken. Wat jullie dachten tot het niet zou gaan lukken. Het is een koekje. Een koekje. Ja. Laat me weten wat jullie van deze koekje vinden. Oeh. Notch. Maak ook lekkere donuts of wat dan ook. Ik doe in hardcore mode altijd van koekjes leven. Want die hoef je niet zo moeilijk te zoeken. Ofwel. La 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 la. Nou. Ik ben langer dan normaal aan het opnemen. Eventjes een geintje hoor. Sorry. Mensen. Wat hebben we vandaag gedaan? Wij hebben een farm ding gemaakt. Met chocolade. En mensen, subscribe, like en deel deze video met vrienden die over Minecraft houden. En ik check jullie. Nee? Had ik nou wel goed gezegd? Like, subscribe. Toch? Oh, wat erg. Ik moet mijn eindtekst nog even goed in bedenken. Subscribe, like en deel deze video met vrienden en familie die over Minecraft houden. Of creepers haten. En ik check jullie. Later. En jullie denken, waarom gaat hij nou niet stoppen? Nou, ik wil jullie nog even een klein dingetje laten zien. En dat is dit hier. Ik weet niet of ik hem al had laten zien. Is dit. Hier kan ik dit hakken. En ik had hier dit gevonden. Maar dat was blijkbaar nog vergeten te hakken. Ooit een keer in deze aflevering. Maar mensen, like deze video, subscribe en oké. Ja, wat ik net allemaal had gezegd. Dus subscribe, like en deel deze video met vrienden en familie. Die van creepers houden en haten. En mensen, ik check jullie later.